De provincie ontwikkelt robuuste natuur aan de kusten van het IJsselmeergebied. Er wordt gewerkt aan extra natuur aan de randen van het IJsselmeer en het Markermeer. Ooit was de Koopmanspolder een alledaags grasland. Maar de 16 hectare grote polder is de laatste jaren getransformeerd in een veelzijdig natuurgebied door water uit het IJsselmeer toe te laten. De visie die erachter zit is dat we dus eigenlijk dat water uit het IJsselmeergebied bergen, pijlverschillen toepassen en dan ontstaan er de mooiste dingen. En dat willen we niet alleen hier, maar rondom het hele IJsselmeergebied. En wat zijn al die mooiste dingen dan? Die mooiste dingen zijn dat je dus voor mens, voor plant en voor dier gewoon een prachtige leefomgeving krijgt. Nou, het IJsselmeer staat hoger en de polder daarachter is ongeveer 1,5 meter lager. Dus we kunnen heel makkelijk het water in die polder laten lopen. En je moet dus niet één pijl vasthouden, maar je moet juist fluctueren in die pijlen. Dat is leuk. Dus als je wisselt met die pijlen, dan krijg je een hele mooie natuur. Marco van der Lee is blij met de ontwikkelingen. Hij geniet van alle nieuwe natuur die is ontstaan de laatste jaren. We gaan nu eigenlijk op weg. Ik hoop dat we de karakiet horen. En ik hoop dat we nog kievieten en turlus horen. En dat we nog qua planten, hoop ik op heel blaadje. Wat we nu horen is de karakiet. Hé, hey, wat hebben we hier? Oh kijk, hier ligt een scholexternest met één ei. Ondertussen wordt het hier erg druk, want de tuurluur die vindt het niet leuk dat wij hier zijn. En dat maakt hij kenbaar door al de tuurluur, tuurluur, tuut, tuut, tuut te roepen, waar je tuurluus van wordt. Ja! Ik heb hem gevonden, het heelblaadje. Deze bos worden zometeen hele mooie gele bloemen en die bloeien een paar maanden achter elkaar met hele mooie felgele bloemen. Een heerlijke plant in de tuin. En hier komt hij spontaan. De polder laat goed zien wat de visie van de provincie is. Nou, binnen de provincie zijn ze bezig om ook te kijken of dus bij de Markermeerdijken toegepast kan worden, maar ook op andere gebieden. Maar misschien ook wel binnen het grote IJsselmeergebied, Oostvaardersplassen, Friesland. Maar ook in het buitenland bestaat belangstelling voor dit concept. Hoe je nou met dat kostbare zoete water, hoe je dat nou een meerwaarde kan geven. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de economie. Dus hoe kan je nou verdienen met water, maar ook voor recreatie. Want we hebben natuurlijk een fantastisch IJsselmeergebied. Hoe kan je dat nou beter benutten? Dus daar zijn we ook mee bezig.